Ja, om het achterwiel los te maken, moeten we eerst de rem losmaken. Die zit hier. Die is los. Nou, vervolgens moeten deze en aan de andere kant die allebei los. Dus dat gaan we nu even doen. Je moet ze wel tegenaan houden aan één kant, anders draait de andere kant mee. Hier heb je de kettingspanner, ringetje, moertje. Zo, ik ga eerst even deze beschermkap aan. Een enkelvoudig schroefje. En dan heb je de beschermkap. De ketting, zeg maar, nu weer los zit. Je kan hier met de spanner zien, zo span je hem iets meer aan, zo is die helemaal los. Nou, die andere kant is natuurlijk los, maar ik kan hem er bijna afhalen nu gewoon. Zo. Nou, heb je de ketting eraf. Zo. Met een beetje moeite kun je hem gewoon zo eruit halen. Dan hoef je niet eens die moer los te draaien. Nu hoop dat hij niet valt. Nee. En zo heb je je achterwiel los. En wij moesten hem losmaken omdat natuurlijk of de binnenband lek is. Maar daar gaan we zo naar kijken. Nou, mocht je willen, hier zet je rem. Dan kun je kijken of je veertjes nog goed zijn en dergelijke. En natuurlijk het een beetje schoonmaken. Nou, aan de andere kant zit natuurlijk het tandwiel. En de rest van deze wiel. Nou, wat ik zo meteen ga doen is eerst even het wiel schoonmaken. Nou, dat kun je best doen met een beetje benzine. Dus ja, dat ga ik even doen. Nou, gewoon een beetje benzine uit de jerrycan. En dan gaan we even het wiel schoonmaken. Nou, je weet hoe het er net uitzag. Nou, nu ziet het er ongeveer zo uit. Na een kwartiertje schoonmaken, dus ja, wel een mooi resultaat, denk ik. Met behulp van de bandleggers die hier zo liggen, hebben we de band eraf gewipt. En dan hebben we nu hier de binnenband. En we zijn erachter waarom die lek was. Er zit een heel klein mini gaatje hier zo. Als ik mijn vinger ophoud, blijft die dicht. Nou, wat je het beste kan doen als jij... Als je binnenband lek is, is het natuurlijk een nieuwe binnenband kopen. Maar ik ga hem nu proberen te plakken. Nou, ik heb de band geplakt. Dan kun je gewoon met een bandensetje kopen die je ook voor je fiets gebruikt. En ik hoop dat hij hem houdt. Ik heb hem opgepompt en hij loopt niet leeg. En ik ga hem nu terugzetten.
in. Geen slag erin, geen draai erin. Mm-hmm. Oké, okay. Maar niet strak op, want kijk de velg erin. Zo dat ik u kom met de hand. Het bandje is goed. En die ga ik dan morgen terugmonteren onder deze rode Tomos. Nou, voor nu wel het rusten. Nou, het is de volgende dag. De band is nog steeds even hard als dat die gisteren was. Dus dat betekent dat we hem goed geplakt hebben. Aangezien je hem nog op dezelfde manier kan stuiteren. Dus nu gaan we hem terugmonteren. Nou, we gaan het wiel er weer terug inzetten. Nou, we gaan nu weer even alles aandraaien hierachter. Met lijstje 17. Vast is vast. Die is vast. We gaan nu de remkabel er doorheen doen. Die zit ook weer vast. Nou, we hebben dus de ketting helemaal ontspannen. En we hebben natuurlijk hier dan een deel van die schakel. En we hebben hier het visje die daar overheen gaat zitten. Ik hoop dat je het kan zien. Nou, als eerste klik je deze twee schakels nadat je de ketting helemaal dus ontspannen hebt in elkaar. Nou, dan doen we dus dit dingetje over de ketting heen. En dan als laatste moeten we dat visje weer erop drukken. Nou, wat we nu kunnen doen, we weten dat die ketting helemaal slap hangen. Nou, dit is veel te slap. Dus gaan we een beetje stellen door deze. Dit is dan iets strak. En dit is ongeveer, als je 1 centimeter speling ongeveer hebt, dat is helemaal goed. Dus dan hebben we nu de ketting gesteld en dan gaan we weer vastdraaien. Zo, dan zit alles vast. En dan was dit de video